Maar die VAR die drukt hem er wel weer uit, denk ik. Hij komt er. Niet van harte, Ko. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja, tegen dank, jongen. Oh. Ja, ik snap hem. Zo. Ja. Een dikke vaar. Drukt hem met de achterste raad zo bovenbul. Ja? Oh, schitterend dit. Ja. Ik zal er even naar zijn, dat dit niet... Waarom is hij heel erg lang bezig met synchroniseren? Je bent al klaar met synchroniseren. Nee, hij staat hier met synchroniseren van andere data, van andere spelers. Nee toch? Nee hè. Error, fail to create new object with class ID 4864 and national object array. Hetzelfde wat we laatst ook hadden. Nou, ik heb niks veranderd. Nee, maar dat hebben we toen nog niet. Ik probeer het hem op. Nee. Ja, ik ben gewoon aan kuil, meer ben ik niet aan het doen. Nee. Synchroniseer, hij blijft er nog in. Hij blijft er nog in. Ik heb goede hoop. Yes! Yes! Ja, best erbij. Ja, alleen dit was van voor de stream. Dit was van 8:50. We waren 20 minuten in de stream. Oké. Okay. Ja. Oh ja, dat is ook nog niet maaid. Dat geeft niks. Ik zeg wel, nou, gelijk aan loop. Wacht, nee. Maar, ja. Wat wel even geinig is dat Kiek 66, 67 heeft ook nog niet gekocht. Nee. Maar 68 is mais. Ja. Axel. Axel. En me even maar aan zijn kop. Ik zou je even snel 4 sub te gaan, van anders dan doorstaan allemaal een cartoon. Koop ik een Axel hoor. Ja. Niet de dikste, Nieuw-Holland gewoon. Gewoon een vertje. Gewoon simpel. Maximaloor. Jeetje. Wat? Een 500.000. Ja, dat is ook niet zo'n dikke Axel. Kan hier een kaart achter, neem ik ook een kaart mee. Wat doen? Nou, die kan ook die kaart spuiten. Siloortje, wat ik bedoel. Hollandse Veld, problemen met de save game. Maar we gaan gewoon aan de gang. We hebben zin in Hollandse Veld, dus... Kan hier niet een dikkere keeper achter doen, jammer. Oh, deur in gewoon. Ik zorg die rieden doe. Ja, dan moest ik hem met zo'n aanhanger. Nou, en een beetje buffer. Tje. Zullen de kop maken, de rest kunnen. ik wil ook even wat mais knippen, met mijn aanzamaars. Ja, kom zo bij mij. Ik begin met die andere, die zet ik op hulp bij hem te zijn. Ik hoop dat daar gauw gooit. Kunt hij nou beloven? Nee. Ik hoop dat er goud gaat met oog op slootje. Ja, ditje, ditje. Oh, over het algemeen gaat het zo voor goud, hoor. Ja, hoor. Hier ook, man. Het helpt ons loopt. Ja, daarom vind ik het een mooie map toe. Ja. Hoe kom ik bij dat maisland? Zoek het maar even op. Ik kom er zo aan met lorenwolken, of nee? Ja. Hoe is dat? Ja, goud. Mooi. De save game duurt het weer. Ja, ik ben wel weer een paar save games terug. Wat is dat nou? Wat jou? Waarom gebeurt ons dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Shit, verkeerde gezaaid. Ik zal een ander zoortje erin doen. Mooi, dat verkeerde stuk van de buren. Nee, dat kan niet, ja. Maar, ook even ter verduidelijking. Vaste uploadtijden kunnen we ons niet aanholen. Het is gewoon wanneer lukt het ons om op te nemen en wanneer niet. Dus dat is geen
systemen, sorry. En welke map doen we? We hebben zin in de Hollandse Veld of we hebben zin in Friesland? Nou past mij Hollandse Veld goed, omdat we dit voor de volgende stream wel weer lukt om op YouTube te krijgen. Het liefst ben ik wat in het, maar dat lukt niet. Dat ter verduidelijking. Zullen we dit naar huis brengen? Dit mais, kuil? Ja. Ja, 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 dat moet in de silo. Ik wil die silo's daar dan nog aan toe vol hebben. Och, ik heb maar nog vol, kieper. Nee. Ja. Goed. Gossie. Ik ben er niet een en over kent, hè. En ik word nog 100 weken. Och, heren, mijn tiet. En die combine ligt weer precies op dezelfde steen in je sloot. Ja, hè? Ik heb zo'n déjà vu. Ik kom eraan, jongen. Dat is goed, ik probeer mezelf om te draaien en niks te vertragen. Zo. Ik hoor gewoon dat je met de MB komt. Ja? Ja. Door de microfoon van die koptelefoon via de microfoon weer terug, via TS, weer naar mij toe. Hoppa. Vind ik dit elkaar ook wel aanpikken, want die is ook vol. Waar bist u? Hier op 68. Op 68 door hem al. Oké. Om de boom henne. Waar bist? Ik kom eraan. Ik ken net de actie. Piel je ik even een shaggie. Ja, die ouders. Ja, jongen. Hoe dan? Ja, die. Moest er, ja, nog eens tussendeur. Tussen die Audi en die Volvo. Hoe moet dan? Ik heb het idee dat ik bij een motorkap sta of zo. Hé, wat gebeurt er? Dat heb ik nog. Verkeerde moed. Ja, hij moet hem weer uit. Ik rie straks achter die langs, ja? Ja, maar ik kwam daar, ik hield de overkant niet. Nee. Oh, ik zal je wel vertellen, ik heb hem bijna half vol. Ja, en het is niet bemis of zo. Nee, nou, ik heb gewoon kocht. Van goed bemis, de boer mevrouw. Doe nou. Oh. Toe, piep, pak hem. Pak dat ding. Pak dat ding. Pak hem. Ja, zucht al. Oh, nou niet. Nee, er moest niet verder. Er moest in principe met... Dat is een beetje... Wat me wel eens opvallend is. Er moest achter de maaibord blijven met de bak. Oh, ik slinger wel wat, jong. Hij is voor biester. Ja, nou nee, wacht. Wacht. Ja, hij zucht hem. Nee, niet. Ja. Bijna vol. Vol. Die combine is wel hula. Ik pak die Fatin ook mooi met keeper. Verraksom. Ja. Welke sloot je nog moeder hebt? Die eerste jaar waar we al bezig ben. Oh, dan was er gewoon bij mais en gras doorgekomen. Ja, dat is gewoon compleet gekrenkt. Ja, ja. Er is toen altijd met de keeper omhoog. Oeh, die ligt aan elkaar. Ja, dat wist ik. Oh, die zaaimachine ligt ook al in de sloot. Nee. Ja. Zaaimachine? Ja, die kwart, daar ben je toen net bij laatst reed, mandje. Nooit zie. Dat is ook vol strondo. Ik zal het even tapen in de... Ach, die staat ook wel in de sloot. Het is allemaal slootje te rijden. Stap hem in die fort in, kan ik die me helpen misschien met mijn maaibag. Ja, ik kom eraan. Hier staat... Ach, toe liebe. Maar die fort die drukt hem er wel weer uit, denk ik.
Hij komt eraan. Niet van harte, Ko. Nee, maar oh, ik weet het al wel. Nee. Hij zit... Wat? Hè? Ja. Gek. Het blijft een fort, hè? Ja! Niet. Wat? Wat deed ik? Kabeljee. Goed zo. Ja, teken dank, jongen. Oeh. Ik ben verzekerd, hè. Ik sleep mijn kop, ik doen wel even snel, hè. Nee, joh. Ik wil dat side hem, kan me niet schilderen. Ja, maar laat hem lekker knimmen in die old sloot, toe. Ja, dat wilst wel, omdat het voor is. Als een Kees wist, was dat nooit gebeurd. Nee, hè? Nee. Dan had ze oh nee, ja, Kees. Nee, dat is nooit gebeurd. Nee, daarom. Ik tangel dingen in mijn huis. Doe maar. En mijn bot eraf. Hey, Luc Bouwhuis. Goeiedag en welkom bij Eetmoes Farming. Eetmoes Farming. De melding van Kaspersky. Van Kaspersky. Updates. Updaten. Oh, dat doet hij bij mij allemaal te mokkie. Als ik die aftergas aanzet, mijn jongen, dan begin ik te brullen, ziet ze. Ja. 2200 motor doen. Hoppakee. Nou, dit kunnen we mooi met z'n tweede wel even rubben, maar hij vlucht vol. Ja, hè? Dacht ik ook. Ik red het niet eens, Ruggels. Nee? Nee. Pak toe die lorenwok nog maar uit, man. Maar dan, doe eerst die lorenwok toch? Ja, je moet eerst die kiepkaart aan elkaar en dan kan ik daar niet in. Oh. Je redt een die kiepkaart die je midden op pad zet. Hoe dan? Ja, moest er even zijn hoe ik dat deur doe. Ik zeg nou. Nou, is ook maar goed hoor. Wat, ik hol overkant in mijn amper. Oh, dit wordt wel een blam. Mijn kamer. Ja, er komt wolkens voort. Machtig. Die doe straks ook mijn huis. En ik zet die wolkentjes aan en dan... Hoor in. Ja, zo is dat. Hoor in. Ja, je. Oeh, wat doe je weer fantastisch gevoelig. Wie? Sluit maar aan. Och, gooi dat ding heeft geen vermogen, ja. Wat niet? Wel heb dat ding ingeschroefd. Die pomp. Van die vaten. Oh, dik niet. En beter ik die staat met een lege karel vast op bult. Oh, bist u door? Zo, helemaal afkabbelen en aankabbelen. Zandzorgers, stop ermee! Wauw, ik wil gewoon snel, gauw snel met die Noord-Lorenwoek toe. Doe dat maar. Dat doen niet te veel auto's achter stonden. Kijk er weer naar de laars. Ah. Ja, ik heb bij hem realistisch banden-ding, ja. Ja. Mijn banden ben een beetje groen aan worden. Oké. Van de kaf. Oké. Die mod is al lang. Heb je de hulp aan staan? Ja. Waarom zegt die clown hier niet uit? Ja, nou wel. Ik moet er helemaal naast rijden. Dat keert dan niks. Oh, dus zit er gelukkig al wat in. Ja, ik denk draai mee man. Oh. Ik steek hem mee man. Oh, sorry.
gelukkig. Oeh, de kast. Oh, stap even. Kom maar aan. Ja. Gloeiende, gloeiende. Hoeveel mais heb ik wel niet op, jongen? Ja, hier ligt wel mais op. Jeetje. Of ik heb zo'n kleine looienwolk. Of hier staat heel veel tunnen op. 8%, 6, 5, sluit aan, Peter. Yo. Yes, wat een actie. Ribben doe. Trust me. Die MB trapt me al, die wordt weer door schoon braad. Vol. Jeetje. Nee, 85 trok toch wel. U gaat die secties met de shovel op de bril. We begonnen met een tweede neem. Zou ik nog een shovel bij? Dan trekken met een bulde, met dozen bak. Oh ja, met zo'n holderaars. Ja. Niks erdoor is vast al op bult. Vooral achterop, zeg maar, door liggen duivels op. Ja, dan moest zo stief mogelijk die bult moet direct op hoogte. Ja? Ja, ja, ja. Dan kan er veel op. Mooie combo's zo. Ja, maakt er. Nou mis ik nog één peer, hè. Twee. Ja. Nou, ik wil deze 14 ook met betere geluid hebben. Ja, die worden nog goed. Je sliep je de eerste dame wel in, zeker? Ja, hier bij die BGA is ook een dame, hè? Ja, klopt. De zon schittert een beetje op truut. Op truutje? Op truutje. Hoe kom je toen nou voortzetten? Hè? Ja, ik ben er. Ja, was je in Dam verkeerd gereden? Nee. Oh, je hebt een andere kantpad langs gegaan. Ja, ik heb hier die... Nee. Ik heb hier die dampak die hier bij de BGA is. Wat bedoel je? Maar toen kwam ze vanaf mijn voorkant daarin. Ja, dat is... Dat oh is ja, door. Nee. Ja, klopt. Normaal ging je hier rechtsaf en je doet geen zijn links over. Ja, maar hier is ook een dam. Ja, ik snap hem. Zo. Ja. Nog 10%, sluit maar aan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das. Het doen we maar voor of niet? 99%. Oh. We willen er ook wel om reden. Ja, maar we gaan niet met een halve vragen. Oh, die leest al 100 kilo. Dat is wat gaatje aan, man. Doe hier is de mega weer plakken vol aasens. Aasens. Ik hoor twee auto's tegelijk in. Twee Golf, één Audi en de Golf 7. De Golf 7? Ja, voor mij is een Golf 7 witte. Om die schoonmoeder wel even. Zo'n 1 liter blokje zeker. Ja, zo'n 900 Dat is super goed. Aber Lord. Zakt in toer nog maar. Achteruit te komen. We kunnen het niet doen! Een rotje doet met een kabbeling dan, hè? Ja, oh, in één keer schakelen. Ja! Hij drukt hem toch gewoon. Hij schakelt als het ware terug. Hij begint te slip en huppakee, gas. Hij drukt hem alsnog duur. Oh, doe ik op straat, moest hem wachten. Ik kom er ook aan, moest hem bij dame wachten. Dan ken ik nog een mooie ruimboende weg op. Ik is makkelijk. Hoeveel turn heeft u met daar? Zo te spieken, voor mij 36 of zo. Doe daar. 31. Zie je, op een weg ben die banden weer een beetje
Schoon, hè? Schoon reed. Ja, dat klopt, hè. Was toen feurenwachter. Oh, ja, door. Hohoho, een dikke vaar. Drukte met het achterste raad zo bovenbult. Ja? Oh, schitterend dit. Oh, hier wil ik screenshots van. Oh. Vara procent vol. Yo. Ik is wel achter de links af gaan bij weg, hè? Ja, doe ik. Doe ik. Hier, nou ben de baan weer wat schoon. Ja hoor. 3%. Yo. Vol. Machtig dit, precies mijn corona hebben. Oh, ik moet even de cruisecontrole nog op 80 km erin. Wat is er maar weer vol? 68. Ja, jong! Ja. Dan wordt het tijd voor een grotere crew ook bedienen. Hier kan ik nou daar rappen. Ik joog met de pannen onder het lief voor die. Ben je al thuis? Net. Ja, nou, ik heb hem vol. Ik rijd net geloren ook nog achter op de bul. Met hoeveel kuub daar? 35. Nou, dat is maar 4 kuub verschil. Ik zou zeggen, dat is niet heel veel. Hij kreeg een rijbul daar toe. Wat moeten die ouders hier altijd boom op de rem staan en stilstaan? Ja, dat weet ik niet. Omdat er een werker zich omdraait ergens in de buurt, maar dat gebeurt ook, maar dat gebeurt hier toch niet. Oh, kom toe, ik denk. Staat hij voor of achter op perceel? Een veur, of half in de midden door bij die deur. Oh ja, ja, ik zeg hem. Oh, doe eerst maar een boontje met je. Ja. Jeetje. Hoeveel pk en beter gaat het ook? 130. Wat dan? Oh. Kom op, maar was nog een zwaardere erbij komen? Ja. Net waar. Iedereen zo'n ding is nooit voor. Nee. Kom mee. Dus die voor de keeper. Ja, dat was het idee. Moest wel zo'n gele doen, dat vind ik de originele kleur, hè? Ja, zo'n groene. Ja, groen, donkergroen. Ja, ik rie al met een fitting naar de winkel, maar ik koop hem een beetje raak erbij. Want ik heb gewoon een mooi spul. Maar hoeveel pk kan je krijgen, nou? 180, die Black Beauty. En dan krijg je de 130? Ik zal hem kijken, een beetje raak. Je hem de... Want ik heb eigenlijk te min pk's. De 1300, de 1400, de 1500, de 1600 en de 1800. Oh, dan moet ik eigenlijk zijn 1600 hebben. Want deze het te min pk's, die krijgt hem naar de bulte. Oh, doe kost hem net zeker. Ja, twee stuks. Twee 1600's. Goed bezig. Ja, doen we gewoon twee van die 35ers. Wat 35ers? Ja, 35 schuilen maken. Ja. Nou, dan kiest die andere een beter raken, al die maar één. Ik heb hier een naaien voor die. Helemaal goud. 1600. Ja, we hebben toch besloten om. Of was deze er gewoon bij om? Ja, verscheurde hark is dat toch een mooi ding. Ja, ik vind hem zo lief met dit lekkere geronk. Ik niet wat op... we doen, we ruilen alles in, we trappen nog alles in en ben je. Ja, met steeds het wil of fijn. Ja, ze lopen ook lekker door, 53 plus. Ja, niks mis mee. Dan ga ik merken of die... Laat die wagen maar even staan. Deze trekt wel sneller op, heb ik het idee. Ja? Ja. Ja, ik heb hem ook metgenomen. Ik heb zo'n schuidermaker van 2 jaar. Oh, kijk.
Kun je met z'n tweeën een kuil? Ja, gewoon eerst heel even alle velden bij je hark. Ja, gewoon kuil. Gewichtje de furing. Geweldig. Dat gaan we zondag doen. Oh, dat liep me zo geweldig. Oeh, wat gebeurt er? Opslaan momentje. Nee. Street shot. Oeh, was weer bezig. Ik moet even wezen. 80%. Bezig. Deze drukt hem zo naar boven. Ja, verschil? Ik heb volle bultastoon. Neemt u de laatste dam? Of komt ze ernaar? Ja, ik kom ernaar. Oh, moet zwaaien aan mij? Ja, ik heb zwaaien aan mijn ma. Dan wij zo hard erin. Oh, dat is gewoon een kale uitvoering, niet met een dakje erop. Dat geeft niks. Je moet zwit. Zit boompjes in mijn open. Hoe was het? Links of rechts moet ik? Rechts. Oh ja. Slippen, jongen. Drukt hem erop? Ja hoor. Nou, kom maar. Even die beeld filmen. Nee. Of was die erko ook naleven? Oh, je moet hem de cruise weer bijstellen. Wat niet doen? Wat is er? Ik zit vast op een bult en hij gooit alles naar de bult. Onder de dennenboom. Nee. Nou, dat is jouw wel vaak. Die differentieel sleuren is ook niet goed, maar die veurwiel nee, ene gaat voor u, de andere gaat achter u. Oh, nee, dat klopt echt niet, nee. Oh god, die klapt nou al stuk. Ja, die is nooit goed best. Nee. Ik moet hulp hebben. Kist hem komen. Kom maar zo aan. Nee, met je over. Oh, ik wil even kabbel. Kabbel. Nee hoor, knettervaart. Ja? Ja. Ik heb. Ik heb overspring naar de shovel. Er moest meer aan. Waarna? Ja, ik kan er niet op wachten. Kom met een shovel. Toe, zak. Als het vast zit, daar heb ik ook over in de shovel. Ja. En die man ben net van die gazonman zo groen. Zo slipt er in die kavel. Wat een kill. Nou, we zitten bij een oorske. Hoe dan? Ja. Zou je kijken of ik binnen kan komen, ja? Ben je gaar? Ja. Ik kom weer rijden, dan heb je maar dubbel lucht dan. Een smal beeldje. Hoe dan? Gewoon zo. Nou, dat was het. Waar's om? Ja, waar zo. Ik wil die shovel die moordboom opstaan. Oh, hij glijdt zo naar beneden! Ik zie het. Wat doet het ook met die... Ja, hij komt. Met die pennenbak in de air. In die air. Ik krijg mijn naaien op. Ja! Dit is Max Stemel! Ja, druk die gaat nog vol. Zo. Zo doen we het eerst. Kijk, mooi bultje zo. Mooi hoog. Ja, die moet hem goed vol. Hoeveel meter hebben we maar vol? Zitten we al op de helft? Nou, oh, dit scheelt niet alles. 388 ton. Dat ben ik al 10 wagens makkelijk. Waarom? Is toch weer een naaiere type loren wagens ik of niet? Lijkt dat zo? Die van daar is vies. Oh ja. Dan wist ook de volgende keer welke van mij is. Ja, dit is mijn. Ik kan me nog wat aan die kenteken zit... doen van die MB-track, dat dient en min is.
Nee, maar rukst er wel eens toen je erin zit, er allemaal van Ellen. Ja, ik zie. Ja. Als de deur ook doet, dan warm daar. Oh, kill! Ik snap nooit dat Mercedes de MB daar met opgewonden is. Nou ja, het was voor een boer niet de meest gangbare trekker, hè? Jongen, we moesten eens kijken voor loonwagens en zo, wegwerkzaamheden. Ja, ja, ja. En ze waren onverwoestbaar. Ja. Die als motoren, joh, waren hartstikke goed. Ja, zeker weten. Bak en aarsen is een ander verhaal. Kabeling ook, maar de motoren... Heb jij daar veel uit elkaar gehad? Ja, ik heb wel bij klanten de motor eruit trok. Oké. Dat wil heel mooi weer in één, hè? Kist de cabine, heeft een steuntje, pakt twee steuntjes. En dan kist de cabine op de achter spaarbord leggen, achterover. Oh? Ja. En dan kist en dan heeft die wezen de motor. Kist die wezen in één keer rondom bij de kabelingsbol. En als de motor voor hebt zaken, alle veesnoren eraf, dan kist hem voor omhoog doen. En die motor en de bak scharniert aan een buis van het frame. Dus dan kist gewoon, trekt die motor omhoog. En dan gaat, ja, de, gaat bak gaat gewoon een beetje met een motor mer. Nou, en dan heeft de ruimboom voor. Nou, dan doet het gasstangetje hem los. De brandstofslangetje hem los. En de kabelingsbol. En dan? Heel veel meer zit er niet. Nou, en dan torkelt die motor ervoor weg. Dat meen je niet. Ja, en dan is de kabeling. Kabeling. Ja. Oké, van deze MB's? Ja, ja. Maar waar was je altijd met die trekker bezig, remmerij? Er zat gewoon van die schieverrem op en dan in die drek, ja, en in die brug en in die drek was het altijd remmerij kapot. Ja. Dat met die Unimog was dat ook zo. Ja. Altijd die remmerij. Nou, mooi man. Ja. Wel te rusten, jongen. We doen zo. Ik zie jij morgen wel weer. Ja, ik ga morgen eerst even knippen jij en plakken jij, maar ben ik er wel op tijd bekleed, mij. Dat is goed, ja. Yes? Yo. Hey. Hey.